Om als man meer te binden met je pasgeboren baby, kan je gaan buidelen. Thuis, lekker op bed of op de bank, huid op huid met de kleine op je blote borst. Het liefst wil ik zoveel mogelijk en zo dicht mogelijk bij mijn zoon zijn. Ik vind het dan ook heerlijk als hij bij mij op mijn borst in slaap valt. Even quality time met zijn ouwe. Mijn vriendin die had het erover tijdens de zwangerschap. En na een van de afleveringen van Papa's Perceptie kreeg ik ook nog de tip om een draagdoek te gaan gebruiken. Maar bij de draagdoek heb ik toch zo mijn vraagtekens. Het is een hoop stof en het lijkt me best ingewikkeld. Tast het niet mijn mannelijkheid aan? En knoop ik hem wel goed, want dadelijk laat ik hem vallen. Uiteindelijk heb ik hem toch uitgeprobeerd, want de draagzak die ik heb gekregen komt pas vanaf 3 maanden. En ik moet zeggen, het bevalt me wel. Je hebt je handen vrij, je hebt contact met je kind, wat op dit moment nog een beetje lastig gaat gezien zijn verbale skills. En de kinderwagen, dat creëert toch afstand. Maar het allerfijnste als je hem in die draagzak vervoert, is dat het net lijkt of hij aan het knuffelen is. Hij doet het nog niet, maar het komt wel dichtbij.